We zijn hier vanmiddag in Katwoude bij de oplevering van het nieuwe plan wat hier is gerealiseerd op het oude terrein van caravanhandel van Vlierde. We gaan zo de officiële opening krijgen die gedaan wordt door wethouder Jean van der Hoeven en Laura Bromet. En daarna gaan we met wat bewoners proberen te praten, de bouwer, projectontwikkelaar en de vereniging Eigen Haard die hier ook 8 sociale huurwoningen te huur aanbiedt. Tot straks. Speciaal welkom aan de wethouder en natuurlijk iedereen die heeft meegeholpen aan de realisatie van dit project en de bouw van dit project. Het is te veel om op te noemen, dus daar begin ik nu aan. Vandaag ben ik trots om hier te mogen staan voor de opening van deze bijzondere mooie woonwijk hier in de gemeente Waterland. En na een periode van herontwikkelen en een periode van bouwen is nu het moment aangebroken dat er gewoond kan worden aan de Lage Dijk. En de nieuwe bewoners kunnen nu genieten van de rust en de ruimte in het bijzonder mooie project. De ontwikkelende partijen die hebben het mooi ingepast in het landschap. André, hoe hebben jullie dat gedaan? Wat was het idee? Waarom wilden jullie zo graag hier deze huizen neerzetten? Nou, dat spreekt eigenlijk bijna voor zich. Het is een hele mooie locatie gelegen aan het water. En dat vraagt er bijna om woningbouw te plegen. Het was een bedrijfsterrein, dus al snel was het idee ontstaan om hier woningbouw te gaan plegen. Daarvoor hebben we diverse plannen opgezet en uiteindelijk is het dit geworden. Dus het feit dat het wat langer heeft geduurd heeft ook een positieve kant, dat we heel goed hebben kunnen nadenken wat voor moois we hier allemaal hebben willen neerzetten. Mooi. En dan opeens is daar een woningbouwcorporatie uit Amsterdam, het gevreesde Amsterdam, die grote stad, valt gelukkig mee. En Aad, jij bent bekend in deze streek, hoe is Eigen Haard hierbij betrokken geraakt? En ik geef dus iets. Nou, André Boon, die leerden wij kennen, omdat André voor ons wat werk wilde gaan doen. Had toen nog het bouwbedrijf, zeg maar. En die zei van, joh, als Eigen Haard hier interesse heeft, dan kunnen we gezamenlijk werken aan een bouwplan en ook sociale huurwoningen voor Eigen Haard gaan ontwikkelen. En dat was feitelijk wel het allerbelangrijkste. Want waar wij het eigenlijk om deden, dat was om sociale huurwoningen te bouwen in Waterland. Dat was een doel wat voor ons eigenlijk bovenaan stond. Want Eigen Haard had of heeft helemaal geen sociale huurwoningen in Waterland? Geen sociale huur, ja, nu wel, 8. Ja, ja. En we hebben nog 12 woningen boven de school, de Gouwenzeeschool. En we hebben nog een prachtige ontwikkellocatie in Broek en Waterland. Dus dat zijn de ambities die we hebben. Dat zijn de ambities. Sociale huur in deze regio. Wie kan dat van u het beste beantwoorden? Is daar nou een grote productie van? Of zien jullie daar nog wel uitdagingen voor? Ik vraag toch aan mevrouw Bromet. Ja, nou ja, het is wel heel moeilijk natuurlijk, want de grond is duur en je kunt het ook verkopen voor heel veel geld. Maar wij vinden het als gemeentebestuur heel belangrijk dat iedereen in Waterland kan wonen, ook mensen die wat minder verdienen. En dat is zo mooi aan dit project, dat daar mensen wonen die er heel veel geld voor betaald hebben. En hier mensen met een iets kleinere beurs ook op een prachtige plek kunnen wonen. En hebben jullie vergelijkbare plannen of zijn er ideeën omdat, de wethouder knikt. Jullie hebben vergelijkbare plannen om weer zo'n mix te maken van koop en sociale huur. En waar zijn die? Nou, wij zijn nadrukkelijk aan het kijken, ook vanuit het coalitieakkoord wat gesloten is, om juist bij elk bouwplan wat er moet komen, een bepaald percentage, 30% plus 10% sociale koop. Dan zit je toch al op 40% per bouwplan, nieuw bouwplan. En er zijn een aantal plannen op stapel, bijvoorbeeld in Ilpendam. Daar zijn we bezig. We zijn hier in Monnikendam bezig met de regenbooglocatie. En daar komt heel veel sociale woningbouw. En daar is heel nadrukkelijk behoefte aan. En hoeveel is veel? Nou, in dat plan bij de regenbooglocatie praat ik over een percentage van 80-90% zelfs. Dus dat is behoorlijk. Ja. Ik zou zeggen, gaat u nu de hedera's in de grond zetten? Daarmee is dit plan officieel geopend. Feliciteer ik voor al de bewoners van harte. Ik wens u heel veel geluk, heel veel plezier. Heel veel mooie zonsop- en zonsondergangen op deze plek. En als u met meneer Boon meeloopt, dan is het project geopend. Dank u wel.
kiezen. We staan hier met Laura Bromet en Jean van der Hoeven, beide wethouders in Waterland die net het project geopend hebben. Er zijn natuurlijk toch nog wel een paar resterende vragen die ik heb. En als ik bij u begin, duurzaamheid, milieu, heeft u in de portefeuille zitten. Heeft de gemeente daar nog eisen aan gesteld ten aanzien van de bouw hier, dat er bepaalde materialen gebruikt zouden worden? Of heb je gezegd, van, nou laat maar zien en... Nou, dit project is helemaal voorbereid in de vorige periode en toen was duurzaamheid nog niet een speerpunt, dus nee. We hebben wel, dat weet ik wel, de klinkers hier, dat is gebakken materiaal en dat hebben we echt opgestaan. Want op een gegeven moment was er sprake van betonklinkers, maar wij vonden de kwaliteit moest echt goed zijn, dus het zijn gebakken klinkers geworden. Het wou een woningtoezicht en volkshuisvesting, dat zit ook in de portefeuille bij u. En, meneer Boon zei het al, zijn er meer locaties in aantocht? Er werd Ilpendam genoemd, er werd Broek en Waterland genoemd. Gaat dat ook zo lang duren of is dat al redelijk korte termijn in gang te zetten? We zijn al behoorlijk ver met Ilpendam, de Ilpenhof inderdaad. Daar zitten we in de procedure qua bestemmingsplan. Dus dat is gaande. En de regenboog hebben we een overeenkomst getekend met de ontwikkelende partij. En daar zitten we dus ook al midden in de procedure om te komen tot een bestemmingsplan richting de gemeenteraad. Dus we maken zeker stappen. Ja. Ja. Dat is ook nodig. Dat is ook nodig om juist te zorgen dat er meer sociale woningbouw komt. En wat ik aangaf, er wordt veel meer sociale woningbouw gerealiseerd op deze manier. En dat is gewoon heel prettig voor de mensen die het betreft. Ja, het is moeilijk genoeg om in de gemeente Waterland nog inbreilocaties te vinden natuurlijk voor echt nieuwbouwprojecten. Ja. Het is meer waarschijnlijk renoveren en kijken waar kun je nog een aantal kleinere woningen bouwen. Ja, dus Jean heeft het over Ilpendam. Daar stond een oud bejaardenhuis, dat staat er nog steeds en dat staat al 10 jaar leeg. Ja, dat is natuurlijk doodzonde dat dat midden in een dorpskern daar staat te verkrotten. Dus het is goed dat daar dan huizen komen waar mensen kunnen wonen. Nou, bedankt voor jullie toelichting en informatie. Ik hoop dat er nog heel veel projecten gaan komen waar we ook weer bij kunnen zijn om jullie te interviewen. Dat het weer geopend wordt en ik zou zeggen, ga een drankje nemen. Dankjewel. Oké. Ja. André Boon, de projectontwikkelaar. Ja. Ik hoorde net tijdens de toespraak dat het 12 jaar duurde voordat jullie echt net de ballonnetjes op konden laten hier. Ja. Hoe is dat ooit begonnen? Wie is de initiatiefnemer? Hoe komen jullie zo toe om hier te gaan ontwikkelen? Nou, wij hadden contact via de acquisiteur, heet dat. En die in heel Noord-Holland en Friesland rondrijdt. En die heeft ons getipt, zeg maar. En zodoende raakten we in gesprek met de familie van Vlieren, die hier een caravanbedrijf had. En zo zijn de eerste gesprekken ontstaan en de plannen ontstaan om hier woningbouw te herontwikkelen. En wat was nou de grootste hobbel? Was dat wellicht het wijzigen van een bestemmingsplan? Of zat dat milieutechnisch? Ja, het bestemmingsplan was natuurlijk voor bedrijfsterrein, een bedrijfslocatie. En dat moet omgezet worden naar een woningbouwbestemming. En dat heeft wat voeten in de aarde. Dat zijn diverse procedures die doorlopen moeten worden. Zowel met de gemeente, maar we hadden ook te maken met de provincie en het waterschap. Dus dat zijn diverse partijen waar procedures gelopen moeten worden. En dat heeft zijn tijd nodig. En hoe lang heeft het hele project gekost? Vanaf het moment van bouwrijp maken van de grond tot en met het... Het openen vandaag? Ja, dat is best wel vrij snel gegaan. Dus we zijn begin 2013 zijn we begonnen met het hele bouwrijp maken en het saneren van de locatie. 2013 in oktober hebben we de eerste paal geslagen. En zeg maar, een jaar later, in oktober, november van 2014, waren de eerste woningen klaar, opgeleverd. En in 2014 zijn ook de eerste bewoners gaan wonen. En ik hoorde net al, er zijn 8 sociale huurwoningen gerealiseerd. Hoeveel koopwoningen totaal? Het zijn totaal 25 woningen, waarvan 8 huurwoningen, dus 17 koopwoningen. En van de 17 zijn er nu 15 verkocht. We hebben nog 2 woningen te koop. En van die 15 die verkocht zijn, zijn er inmiddels 14 gebouwd. En 1 woning moet nog worden opgestart met bouwen. Nou, heel leuk initiatief. Ik hoop dat nog vele van dit soort initiatieven beloond worden in de provincie. Want het is fantastisch als je zo rondloopt om te zien de variëteit aan woningen, et cetera. En inderdaad genoeg om te wonen, lijkt me. Ja, en het is ook hartstikke leuk om te ontwikkelen. Zo'n locatie met dit soort woningen, dat is gewoon een feest. Prachtig. Oké, bedankt en een fijne middag verder. Ja. Oké, tot ziens. We staan hier met Willem Slot
van Gemen. Ja. Jullie hebben het complete grondwerk hier en de beschoeiing gedaan. Vertel eens hoe lang geleden ze hebben begonnen met het berekenen en plannen maken en uitvoering. De allereerste keer dat wij ermee te maken gekregen hebben met Van Vlierden is eigenlijk in 2004, 2005 geweest. Dus dat is bijna 10 jaar geleden. En toen zijn de plannen min of meer in ontwikkeling gegaan. Dat heeft een hele tijd overheen gegaan in verband met de sanering. Het is uiteindelijk een stort van vroeger geweest, voordat Van Vlierden er hier kwam. En uiteindelijk hebben we daar in samenwerking met André Boon hebben we dat uitgewerkt tot een saneringsplan. Met een leeflaag daarop, want er is eigenlijk gesaneerd zonder dat er iets afgevoerd is. En uiteindelijk is de bouw daarbij gekomen en ook de totale inrichting daarna. En dat is tot iets moois geworden en daar zijn we trots op. Ja. Nou, het bouwen dat duurde zo rond de 2 jaar, maar als jullie daar natuurlijk een zandpakket opgooien, dan moet het een geruime tijd inklinken waarschijnlijk voor je echt kunt gaan bouwen. Hè? Ja, maar de zettingsperiode die hebben we gecombineerd met de bouw. Dus het zandpakket is aangebracht en ter plaatse van de woningen is eigenlijk het zandpakket minder dik aangebracht. En tijdens de bouw is de zetting gewoon doorgegaan, zodat we eigenlijk in een soort verkorte periode dat even goed voor elkaar gebokst hebben. Ja. Nou, ik denk dat een prachtig visitekaartje is ook voor jullie bedrijf om dit project te mogen uitvoeren. En zijn er nog andere leuke projecten op stapel in deze sfeer? Ja, er zijn best wel leuke locaties, ook in Waterland, waar een beetje op de achtergrond aan gewerkt wordt om zo'n mooi plannetje te maken als dit. Ja. Dit ligt natuurlijk onwijs in het oog, ook langs de weg. Ik denk dat ik de afgelopen jaren wel 100 keer aangesproken ben over het feit van wat een mooi project wordt het. Ja, en uiteindelijk ligt er ook een mooi plaatje. Het is gewoon iets om trots op te zijn. Ja, jullie container lag ook heel mooi in beeld. Hè? Geweldig reclamemoment. Ja, Het is niet zo moeilijk om hier reclame te maken. Nee. Okay. Willem, dankjewel en een fijne dag verder. Goed. Patrick van der Hogen, de bouwer uit Volendam, die dit hele project heeft gerealiseerd met het team. Ja, klopt. Hoe komen jullie zo in beeld? Nou, in het verleden hebben wij al wat samen met André Boon, toenmalig Jan-Tol van Aert, gedaan. En het was al bekend dat het wat minder ging met Jan-Tol van Aert. Zo zijn wij eigenlijk in beeld gekomen. Het project was eigenlijk al aanbesteed en toen hebben jullie het gecontinueerd. Het was de bedoeling dat Jan-Tol van Aert dit ging realiseren. En die ging op een gegeven moment ging dat niet goed. En zodoende zijn wij in beeld gekomen, omdat André Boon al eigenlijk goede ervaringen met ons had. En jullie konden dit project gewoon met de bestaande crew aan of moet je nog speciaal mensen daarvoor inhuren? Wij hebben hier nog wel wat mensen voor ingehuurd, want het zijn gerust wel erg bewerkelijke woningen. Maar het grote gros is eigen mensen wat over hier heb gelopen. Wat ik aan André vergeten ben te vragen, maar misschien weet jij dat, de architect, wie heeft het allemaal getekend? W3 architecten in Broek in Waterland. En ja goed, die is eigenlijk hier enorm bekend natuurlijk in de omgeving. Maar het was natuurlijk een geweldige thuiswedstrijd natuurlijk. Hè? Het is 10 minuutjes in de auto en niet meer die lange ritten elders in het land voor jullie s'morgens heen en terug. En het is een leuk project. Absoluut, absoluut. Ja, we waren er ook verschrikkelijk blij mee. Dus, neem maar de andere 3 woningen, dat die ook door jullie gebouwd gaan worden. Dat is wel te hopen, ja. Nou, nummer 2 al niet. Die heeft een andere bouwer gevonden. Maar goed, ik hoop wel dat we die laatste 2 nog erbij kunnen pakken. Nou, het ziet er allemaal ontzettend netjes uit. En ik wens jullie heel veel succes met de verdere bouwactiviteit in de toekomst. Dankjewel. We staan hier met Aad van Meel van Eigen Haard. Voor een van de sociale huurwoningen die hier in gebruik genomen zijn. Vertel eens, hoe zijn jullie in beeld gekomen bij de projectontwikkelaar? Nou, André Boon van Tol van Aert, daar kwamen wij mee in contact. En die vroeg op enig moment van, zijn jullie niet geïnteresseerd om sociale huurwoningen in Waterland te bouwen? Nou, mijn eigen hart had en heeft nog steeds ambities om nieuwe woningen te bouwen en ook in Waterland. En zo is het eigenlijk gekomen en dat is volgens mij ergens in 2006 begonnen. We hebben de eerste contacten gelegd en nadien zijn we met elkaar, hebben we afspraak gemaakt over de wijze waarop we dit samen zouden gaan doen. Dus er zijn overeenkomsten met elkaar gesloten en we hebben daarna samen het plan uitgewerkt. Maar wat ik net al aangaf, een van de belangrijkste doelen om mee te doen hier aan zo'n project is het toevoegen van sociale huurwoningen. Want daar zijn wij voor op aarde, dat is onze kerntaak.
En ja, dat we de koopwoningen erbij gebouwd hebben, dat is een mooi gegeven. Maar dat was niet ons primaire doel. Nee. En hoe kom je nu in aanmerking om hier te komen wonen als huurder? Gaat het ook met een puntenlijst en dat heel Amsterdam ermee op kan inschrijven? Of hoe selecteren jullie, is de vraag? Nou, het gaat via Woningnet. Dus iedereen die lid is van Woningnet, die kan hierop op inschrijven. Nou, we hebben voor dit project afgesproken dat 50% van de huurwoningen, dus van de 8 huurwoningen, zeg maar 4 woningen, direct beschikbaar zouden zijn voor mensen die gebonden zijn aan Waterland. Dus dat betekent dat ze voorgaan ten opzichte van mensen die zeg maar, uit de regio komen. Dat kan Amsterdam zijn, maar dat kan ook uit de hele regio zijn. En dat is ook zo gebeurd. Dus via Woningnet hebben mijn mensen zich ingeschreven. En die zijn allemaal zo verhuurd. Dus ik vermoed, maar ik weet het niet precies wat die terugkoppeling gaat. Maar de eerste 4 zeg maar, aan Waterlanders zijn verhuurd. En de andere 4 die zijn aan nou, mensen die toevallig een grote woonduur hadden zeg maar, gegeven. Zo is het gegaan. Oké, nou bedankt voor de toelichting en ik wens je ook een fijne middag verder hier. Ja, oké, dankjewel. Goedemiddag, we zijn van Omroep PIM. Het lijkt wel een overval, maar het project waar u nu woont is net geopend officieel. En we denken, nou we bellen eens aan bij mijn bewoner om u eens te vragen, wat brengt u zo hier? Komt u zo hier terecht en misschien vindt u het leuk om iets over het huis te vertellen? Ja. Ja. Pardon, wie bent u? Ik ben Gerrit Spekman en woon hier met mijn vrouw Evelien Aftink en onze dochter. En ja, wij komen uit Middellie. En wij wilden graag een andere locatie, dichter bij Waterland, waar mijn vrouw oorspronkelijk vandaan komt. En ja, een prachtige locatie hier aan het water. Heeft u er lang op moeten wachten? In principe hebben wij een jaar of 6 terug, ja, inmiddels denk ik 7, dat wij ons hebben aangemeld dat wij interesse hadden. Maar nou ja, dat liet op zich wachten, vergunningen, et cetera. Maar uiteindelijk is het zover gekomen en... ja, we wonen nu vanaf maart. Nou, dat is wachten wel waard geweest, denk ik, als we hier zo rondlopen door de wijk. Van buitenaf lijkt het wat smal, maar als je hier binnen loopt is het een geweldig leuke ontwikkeling geweest. Ja, ja, het is inderdaad, toen we de eerste keer hier kwamen, dachten we van, ja, dat valt toch wel een beetje tegen qua grootte. Maar hoe meer het gereed kwam, hoe beter en hoe groter het eruit ging zien. En zeker op het moment dat de tuinen ook verder komen, dan zie je pas echt hoe groot het is. En ja, prachtige locatie, ja. Nou, hartelijk dank voor uw reactie en ja, ik zou zeggen, gaat u verder met waar u gebleven bent net. Ja, dan doen wij dat ook. Goed. Dank u wel, tot ziens. Nou, we gaan even spontaan aanbellen bij iemand, kijken wie het is, wat hem hier brengt, et cetera. Daar gaan we, als de persoon thuis is in kwestie. Nou, goedemiddag. We zijn van Omroep PIM en de wijk is net geopend, zoals u weet. Dat klopt, ja. En nou, we bellen spontaan gewoon eens aan hier of daar om de bewoner te vragen... naar wie bent u, wat brengt u hier en hoe is het wonen tot nu toe? Geweldig. Ja, het is echt fantastisch wonen hier. Ja, zoals je ziet, het is direct aan het water. En we hebben net een steiger klaar. Die is net een paar weken geleden gereed gemaakt. En we hebben een paar prachtige dagen mogen beleven hier. Ja, dan is het gewoon echt genieten. We wonen in het midden in het natuurgebied. En ja, je ziet prachtige vogels en ja, midden in de natuur. En waar komt u vandaan? Wie bent u en waar komt u vandaan? Wij wonen hiervoor in Monnikendam. En ja, sinds 4 maanden wonen we hier in Katwoude. En ik vind het erg leuk wonen in Katwoude. Want ja, er wordt heel veel gezamenlijk georganiseerd in het dorpshuis. Dus we hebben gezamenlijk een hele leuke nieuwjaarsbrunch gehad. We hebben Koningsdag, ik wou Koninginnedag zeggen, maar het is natuurlijk ook Koningsdag sinds kort. Ja, ja. Heel leuk georganiseerd met alle mensen uit Katwoude. Veel mensen hier van de Buitendijk. En ja, ik vind het fantastisch. Ja, leuke ja, soort herstart weer van nieuwe mensen om je heen. Nieuwe buren, nieuwe woningen, nieuwe wijken, et cetera. Ja. Maar uw naam? Mijn naam is Lars Smit. Lars Smit. Nou, ook namens ons welkom in Katwoude. En ik hoop dat u heel veel woonplezier heeft hier. En dat zal vast wel lukken, denk ik. Dat gaat zeker lukken. Ja, vriendelijk bedankt.